Hallo, ik ben Peter. Ik doe al jaren gave dingen, zoals metaaldetectie, karpenvissen en urban exploring. Dus nu vind ik het tijd om jullie mee te nemen. We zijn hier in het gortige België. En we zijn lekker een dagje aan het urbexen. Want de laatste tijd hebben we alleen maar McDonald's en de KFC gehad en verjaardagen. Dus we moeten even lekker een dagje op pad. Lekker de beentjes bewegen. Hè? En als eerste gaan we bij de snowcats kijken. Dat is wel een hele mooie locatie. Heel klein, maar wel heel mooi. Is ook gewoon even dicht, maar. Ik hoop wel dat we erin kunnen. Deze locatie die is dus ten einde, want hij is helemaal kaal gezaagd. En je kan ook gewoon heel goed zien dat alles helemaal dichtgemaakt is. En hiervoor in dit gebouw moet je niet hebben, maar hier heb je dus alle ramen. Dus andere keer maar terugkomen denk ik. Snel naar binnen, want het regent. Al die druk tegen hier. Ja, hier moet je wel even oppassen hoor, voor dat glas. Ja, dat plant wel. Moet dat in je nek zien. Dus zo je slagader door. Lachen. Oeh, bijna een secondetje hoor. Gelukkig hebben we wel nog een aantal reservelocaties natuurlijk op zo'n trip. Ik zou maar hier andere kant van je nek gaan. Even prepareren. We zijn nu in Villa Levi. Nee. Rummy Cup, sorry. Kijk, dat disje is er een beetje. Nee. Die zit er gewoon in. Ja. Tegeltje. Nou, dat is wel mals. Zou een streek van mij kunnen zijn. Ja, het zit ook water in. Dit is wel een leuk setje, moet ik zeggen. Brian, ja. Hier zou ik op zich nog wel warm van worden. Je moet even uitkijken waar je loopt. Ja, die is wel. Die rechter is wel leuk, hè? Mm-hmm. Wat uit. Dit is van Teddy Leber. Kijk eens wat. Teddy Leber. Hier, je moet uit, Erik. Dit is de garage nu. Ja. Hoe allemaal het geluid aan? Ja, voor het dan ook een waterpak meenemen. Huh? Ja. Ja, is bij de vrouw staan. Zit ik helemaal vol met water. Hier heb ik nog een frisje tegeltje, een zonnetje, een kip, nog een theekannetje. Ja, dat is prima hoor. Nee, dan wil je nog maar even. Ja.
Dit is iets, lijkt wel een kikker, maar dat is het niet. Het is een rat. Ja. En heel veel wespen. Hier zat de kluis. Dat was gewoon schimmel, zeg maar, wat was ook. Dus ze zat aan kluis. Ja, die, dat weet ik zeker. Oh. Ja, klopt. Vloertje ligt ook los, maar dat komt door het vocht. Maar dat stinkt hier een en ander schimmel. Nou, we gaan weer weg bij Villa Rummy Cup. Op de zolder was ook niks te zien, zei Brian. Het is echt één grote puinhoop hier. Dit is een opening geweest. Ja, ik zeg aan de voorkant. Maar de achterkant is helemaal begroeid, het is al een bos. Het is ook ver lopen, maar hier kan je ook sowieso omheen daar, springen. Daar zag volgens mij, maar als dit over een hek zit, daar op de parkeertrein, zag ik volgens mij ook net achter dit gebouw. Ja. Volgens mij ook een opening net. Maar dan gaan we in ieder geval zo lopen, niet zo. Hoezo? Anders komen we hier bij die mensen zo voorbij lopen. Ja, maar die zit letterlijk hier achter dit. Ja, doe. Hier is het niet. Oh, hier zouden toch wel mensen zijn hier binnen? Nee, hoe kan ik eruit komen? Ja. Ik heb er niks van auto. Oké, dan kunnen we dus via dat luik naar binnen. Langs de drukke weg hebben we gewoon een stuk gevonden. Auto! Moet alleen niet door politie gezien worden. Nou, we wisten dat hier water zat, maar dit staat wel heel erg laag. Dan heb je al een karper kunnen vinden? Ja, wel een paar voor. Echt?
denk ik vanaf de kelder in het fik proberen te zetten. We hebben natuurlijk super veel van vissen. En dan eigenlijk hoofdrol de karper. Dus overal waar ik sowieso water tegenkom, kijk ik altijd of ik iets zie zwemmen. Dit was wel echt mooie typische vijver voor een paar dikke kooikarpers, maar ik denk dat er niks meer in zit. Maar het heeft er natuurlijk sowieso wel ingezeten. Dat kan niet anders bij zo'n... Auw! Oei, oei, oei. Nog een paar gaatjes erbij. Lekker. Maakt niet uit. Maar het heeft er sowieso wel ingezeten natuurlijk. Dat kan niet anders bij zo'n mooi Chinese restaurant als dit. Ik denk dat we hier de menukaart hebben. Hier heb je de naam van het restaurant. Oh, dat is een karig menuutje. Dat lelijke blauwe zal er wel voor zitten, omdat hij anders uit elkaar dondert ofzo. Hé, hey, waar gaat de tuin? Wegwezen. Kijk, het spook van het slot. Daar loopt een hele mooie marmeren trap weg. Ik vrees dat dit een wc is.
Dit is de keuken geweest. En wat je nooit mag vergeten, school is stom. Wijnkelder. Ik denk dat ik mijn lamp er maar op ga zetten. Hier hing vlees. Zo, nu zien we iets meer. Hier hadden we wietplantjes. Die hebben hier gestaan. Hier op de vloer ligt een zeil en hier liggen de restanten van de planten. Kijk, ze hadden het helemaal dicht gemaakt hier zo. Zullen dit wijn zijn ook? Hier lag allemaal wijn. Hier kunnen buiten.
Dus we hadden wel echt heel veel wijn hier. En dat werd dan in deze kannen geserveerd. Even een kijkje boven nemen. Twee hebben naar boven, kan je niet meer. Kijken hoe deze groei eruit ziet. Jij nog eerst, jij bent licht. Oh, het regent hier. Ja, hij moet hier naar boven, maar dat ga ik niet doen. Nee, we gaan hier. Maar kijk, hier moet je ook niet zomaar gaan staan, hè? Nee, maar waarom wil je dit? Laat maar iets verder zit een balk. Jij nog eerst. Ja, dan moet even pies terug. Hou je ze vast. Nee, hier moet je even oppassen. Nee, ik ga er langs. Nee, ja, ik ga er even langs. Hoppa. Ja, pas hierop. Even. Deze trap moet je echt oppassen. Ja, die is helemaal verkoold. Vergaan. Ik vind dit sowieso geen slim idee ook. Als ik... Kijk, zie je dat? Ja, maar daaronder zit gewoon nog een vloer. Ja. Nee. Heel grote puinhoop. Je kan hier ook niet verder omhoog. Wacht even. Het loopt dood hier. Ja. Het regent hier naar binnen. Dit trapje moet echt oppassen. Ja hoor. Ja. Maar deze locatie is ook aardig vernield. Het is leuk om een keer er geweest te zijn. Maar goed, het regent en het wordt donker. Dus we gaan snel nog voor naar een volgende locatie. Ja.